Daar gaat hij. Democratisering in Nederland, 1848, zijn we erop. Heel groot, 1848 begint dat. Daar ga ik nog wat over vertellen. Zo, met democratisering in Nederland, een grote stap wordt gedaan in 1848. Dat kan je in het lege vak opschrijven. En de man die dat doet, heet meneer Thorbecke. Dan weet je dat maar vast. Van de grondwet. Ja. De grote man van de grondwet zal meneer Thorbecke zijn. En die maakt een modern Nederland. En de grondwet van meneer Thorbecke hanteren wij nog steeds. Zijn daar uitbreidingen op gekomen sinds 1848? Ja, natuurlijk. Hè. Dat gebeurt altijd met de grondwet. Heel goed. Nou ja. We beginnen eventjes nog weer met Willem I. Willem I was de koning die in 1814 terugkwam. En die werd gekroond tot koning van dit hele grote Nederland. En dan mag je nu bij hem opschrijven dat hij toch best wel veel macht had. Hij had wel een parlement, maar daar had hij helemaal geen rekening mee te houden. Ik ga je precies vertellen wat hij zelf kon doen. Hij bepaalde zelf zijn financiële rekening. Hij hoefde dat nooit voor te leggen aan de Tweede Kamer. Dat kon hij uit eigen beweging vaststellen. En als het al bij het parlement kwam, dan gingen die parlementsleden altijd ja knikken. En in het parlement zaten alleen maar rijke mensen, dat schrijf je op. Dat was in 1815, toen het land begon. Dus we waren wel een soort van constitutionele democratie of zo. Maar het parlement dat zat alleen maar vol met hele rijke mensen. En die hadden helemaal geen neiging om heel veel kritiek te hebben op de macht die deze man allemaal had. En dat schrijf je maar op, hij had bijzonder veel macht. Opvallend veel macht. Dat was ook gedaan om hier natuurlijk een krachtige koning te krijgen als buffer tegen Frankrijk, hè? Dat was de bedoeling. Hè? En daarmee kreeg Nederland zijn eerste koning. Dat is de overbedgrootopa van onze koning. Hij stamt daar direct vanaf. En hij is eigenlijk de zoon van de laatste stadhouder, Willem V, die gevlucht was naar Engeland voor de komst van de Fransen met hun leger. Dus ja, dat is het verhaal in 1815. Hij trok zijn eigen plan en hij werd ook nooit tegengewerkt. Hij kreeg trouwens wel ruzie met de Belgen, hè? Dat weten jullie. Hij kreeg echt ruzie met de Belgen, die zijn ook in opstand gekomen tegen hem. Dat komt omdat hij eigenlijk meer deed voor de handel. En dit deel van het land is voor de handel. En hier was in de 19e eeuw al industrie. Toen hij koning werd, was hier al mijnbouw en industrie aan de gang. En daar was hij niet helemaal op ingesneden, als het ware. En dus, de Belgen krijgen een hekel aan hem. Hij heeft een hele berg macht. Hij kan zowat regeren zonder controle. Het parlement wat er is, wat de volksvertegenwoordiging dan zou moeten zijn, ja, dat is heel beperkt. Als je echte democratie wil, zoals je dat in Engeland zou hebben, zoals je dat in Engeland ziet, dan moet je nog wel wat doen. 1848 dan. Schrijf maar groots op of onderstreep het, 1848. Dat moet je echt hebben. Er komt weer een volksopstand in Parijs. En dan wordt het ook onrustig in Nederland. De burgers kloppen aan de deur, hè? Ik heb het verteld. Hè? In de tweede helft van de 19e eeuw zullen in Europa, Engeland, Frankrijk, Nederland, de liberalen in de politiek gaan. Ik heb je toch ook verteld, één ding vergeten ze te doen. Wat vergeten ze te doen? Ja, ze maken geen partij. Heel goed, dat gaat goed. Jullie luisteren goed naar mij. En dat gebeurt dus niet. In Den Haag zijn ook onlusten van burgers die zeggenschap willen hebben. Hè? En inmiddels heb je dan al koning Willem II, hè? Dus de opvolger van koning Willem I. Die koning is gestopt in 1839. Hè? Toen België zelfstandig werd, stopte koning Willem I. En toen kreeg je koning Willem II. En koning Willem II zit dan op de troon in Nederland, hè? Is staatshoofd. En heeft dat hele makkelijke parlement bij zich. En dan ontstaat er in de straten van Den Haag burgeronlusten. Burgers die tikken ook in Nederland aan de deur van ze willen meedoen. Gewone burgers, hè? Dat zijn niet de rijksten, dat zijn gewoon de middengroepen. Winkeliers, mensen met een bedrijfje, best wel goed opgevoede mensen die geen zeggenschap hebben. Die koning die wordt bang en die geeft meneer Thorbecke opeens de opdracht. En Thorbecke is een liberaal, een hele bekende liberaal, die zit ook in de Tweede Kamer. Hij is een rechtsgeleerde, een hele stijve, ouderwetse, universitair geschoolde rechtsgeleerde. Hij zit al in de Tweede Kamer voor de liberalen. Hij is dus een van die mensen die dus in dat parlement zit, waar we het over hadden. En hij krijgt de opdracht van koning Willem II om, als in 1848 onrust ontstaat, een grondwet te schrijven. Die Thorbecke, heeft hij daar lang aan geschreven?
Hij had hem in 6 weken klaar. Nee, schrijf maar op, hij had de grondwet had hij al geschreven. Want hij voorzag al dat dat ging komen. Die Thorbecke heeft al jaren gewerkt aan een nieuwe grondwet voor Nederland. En toen de koning dat vroeg, had hij binnen 6 weken het concept voor de nieuwe grondwet klaar. En dan komt eigenlijk Nederland terecht in een echt democratisch stelsel. Wat wel blijft, is natuurlijk het censuskiesrecht. Het kiesrecht wat ook meneer Thorbecke introduceert voor de Tweede Kamer, want we gaan er zo beter naar kijken. Kijk, hier komen we zo op. Dat blijft gebonden aan een censuskiesrecht. En dat, wat het is, ga ik zo uitleggen. Langzaam maar zeker, net als in Engeland, zullen er stappen worden genomen om het kiesrecht in Nederland te gaan verruimen. Zie je? Dat is hetzelfde als wat in Engeland gebeurt. Het kiesrecht, ja, dat heeft tijd nodig om eraan te wennen dat rijke mensen kunnen accepteren dat gewone mensen ook mogen stemmen. En zelfs arbeiders op termijn zouden mogen stemmen. Nou, in Nederland krijgen wij in 1919 volledig kiesrecht, want dan mogen ook de vrouwen kiezen. Daarmee loopt Nederland trouwens voorop. Dat in 1919 al, vlak na de Eerste Wereldoorlog, vrouwenkiesrecht komt algemeen. In 1917 al is besloten aan het eind van de Eerste Wereldoorlog om in Nederland, die niet meedoet aan de Eerste Wereldoorlog, hè, het mannenkiesrecht in te stellen, heb je eigenlijk in 1919 compleet kiesrecht. Nou, wat doet nou Thorbecke? Dit is hem. Thorbecke is een staatsgeleerde, is een rechtsgeleerde. Wat doet Thorbecke nou? Nou, het eerste wat je moet weten is dat Thorbecke het zo schrijft dat de koning uit het systeem van macht wordt gehaald voor een groot deel. De koning zal veel macht kwijtraken. Dat had Wilhelm II, de opvolger van Wilhelm I, niet door. Thorbecke was hem wel te slim af. En dat bleek achteraf ook. Hij was er niet blij mee achteraf. Want wat gebeurt er nou? Het was altijd zo dat de ministers alleen maar verantwoording aflegden aan de koning. Maar nu opeens moeten de ministers verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. Kijk, dat staat hier. Er wordt een nieuwe Tweede Kamer ingericht. En die Tweede Kamer nu mag de ministers ter verantwoording roepen. De koning wordt uit het systeem gehaald. Thorbecke zegt eigenlijk van de koning, u bent onschendbaar. We kunnen geen kritiek op u hebben. We kunnen u niet laten vallen. U kunt ook niet een fout meer maken in de politiek, want u wordt er uitgehaald als het ware. Heeft die koning dat gelijk door, dat hij onschendbaar wordt, dat hij dan de macht kwijtraakt? Ja, dat mag je wel opschrijven, dat hebben ze niet gelijk door. Die Wilhelm II heeft niet meteen door dat hij de macht kwijtraakt. De ministers moeten verantwoording gaan afleggen aan de Tweede Kamer en de Tweede Kamer wordt gekozen. Ja. Door censuskiesrecht, dat mag je wel achterzetten. Dus alleen de rijksten zitten nog steeds maar in de Tweede Kamer. Maar wat nieuw is, is dat de Tweede Kamer het hoogste machtsorgaan wordt. Dat mag je wel opschrijven, want wie mag controleren opeens? Tweede Kamer, en dan heb je echt een democratisch parlementair stelsel. Want de Tweede Kamer wordt opeens naar boven gehaald als de plaats waar alles afgestemd wordt of goedgestemd wordt, goedgekeurd wordt. In de nieuwe grondwet van meneer Thorbecke krijgen ook de grondrechten van de mensen een plaats. Vrijheid van godsdienst komt er. Joodse mensen, katholieke mensen, protestante mensen. Iedereen krijgt een gelijke positie in godsdienst. Daar is geen verschil meer tussen. Je mag je mening uiten in kranten, in wat je maar wil. Je mag een vergadering altijd doen. Als jij bij een club zit of bij een beweging zit, mag je altijd een vergadering oprichten. Dat is geen wet die zegt dat dat niet mag. En de overheid gaat, en dit is John Locke, hè, die gaat echt boven de maatschappij staan als hoeder van de vrijheden en de rechten. Zo moet het zijn. Maar ja, echt democratisch wordt het niet, want wat hebben we? Het censuskiesrecht. Wat heel erg wennen was voor de koning, die begreep dat niet, die dacht nog steeds dat hij wie kon ontslaan? Ministers, dat schrijf je ook op. De koning kon geen enkele minister meer ontslaan. Wie ontslaat ministers eigenlijk? De Tweede Kamer. Dus als je nou eens helemaal streep omheen zit. De Tweede Kamer is het allerhoogste machtsorgaan in Nederland nog steeds. Wat denken wij toch wel? Wie zou in jouw ogen meer macht hebben? De minister of de Tweede Kamer? Wie zie je het meest op tv dingen uitleggen? De ministers. Maar die ministers moeten elk plan wat ze hebben waar naartoe brengen. Naar de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer zegt ja of nee. Vandaar dat we in Nederland werken
met een systeem van meerderheid in de Tweede Kamer met die politieke partij. Want anders krijg je nooit een minister nooit een plan goedgekeurd. Want ja, je moet een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. En tegenwoordig gaat dat heel erg via die politieke partijen. Maar het parlement controleert. En als jij controleren mag, heb je de hoogste macht. Als je wat meer daarvan wil weten, dan moet je debat direct downloaden op je telefoon. Vandaag is het weer debatdag. Als ik klaar ben, zal ik het even laten zien. Wat je kan doen met debat direct, dan kan je dat gewoon zien. Hoe Kamerleden ministers bevragen. Nou, dat is al sinds 1848. Denk dan, oh, dat heeft meneer Thorbecke zo neergeschreven. Nou, en dan komt er nu een zware en die wil ik afmaken en dan is de PowerPoint af. Thorbecke in Duitsland, of Bismarck in Duitsland. Hij werkt voor keizer Wilhelm I, hè, en later ook voor Wilhelm II. Wilhelm II zal deze man, die dan een heel lang aan het bestuur is, in 1890 ontslaan. Maar dan heeft hij al 30 jaar lang minister-president gespeeld. Ziet hij er democratisch uit, deze man? Nou, schrijf maar op, in Duitsland komt weinig democratie tot stand. Democratie tot stand, sorry. Luister, in Duitsland is het Frankfurter parlement uiteengejaagd. Door die Pruisische koning toen. Er is wel een Pruisisch parlement, dat zit in Pruisen bij Berlijn, maar het heeft weinig macht. Alleen de adel wordt heel erg die zitten in dat parlement, maar adelmensen die mogen daarin. En het kiesrecht is natuurlijk ook in een census weer gebonden, alleen de rijkste mensen zitten erin. Maar toch op een of andere manier is het dan gelukt om in 1861 in dat Berlijn parlement een meerderheid van burgers te krijgen. En dat was tegen het zere been van Bismarck, want die vreesde dat het parlement zich veel te veel ging bemoeien met zijn bestuur. Dit is een beetje moeilijke stof hoor, maar dan moet je even goed mij volgen. De koning en hij komen meteen in conflict met die burgers in 1861. Dus met andere woorden, de koning en Bismarck timmeren de democratie dicht. En als de koning, de keizer, een wil heeft, keizer Wilhelm I een wil heeft, dan laat hij Bismarck dat doen. En als Bismarck meer geld wil hebben, uit de staat vandaan, voor het leger, dan kan hij dat gewoon doen. En dan kan Bismarck het parlement negeren. En wie negeert hij dan eigenlijk? De burgers. Dus je moet het in grote lijn leren. Dus die Bismarck en die Wilhelm I doen precies wat ze willen. En legeruitbreiding, geld naar het leger toe, wat in Duitsland zeer populair is. Dit is ook een hele militair ingerichte man. Dat kan zo gedaan worden, hoef je niet eens het parlement goed in te lichten. En die burgers hier, die worden wel pissig in Duitsland. Maar ze worden geleerd, fouten, eigenlijk wordt ze geleerd om het spel niet te spelen. En dat is zo dramatisch, dat zou ze moeten opschrijven. Bismarck is niet de figuur ernaar om samen met het parlement iets moois neer te zetten. En het parlement dan te laten trainen in democratie. Dat gebeurt dus niet. Dus daar komt geen uitbreiding van census kiesrecht. Daar komt geen regel dat de keizer zich er niet mee mag bemoeien. Daar komt geen regel dat Bismarck als staatshoofd, hè, als eerste, niet als staatshoofd, maar als eerste minister. En de keizer is het staatshoofd, hij is eerste minister. Dat hij heel veel gaat discussiëren met het parlement. Dat doet hij niet. Ze hebben er gewoon maling aan. En de macht van de man wordt alleen maar groter als hij in 1871 de Duitse eenwording heeft behaald. En dat opeens de keizer de baas is van een heel, heel groot Duitsland. En dan komt er een nieuwe grondwet tot stand. En wie krijgt veel macht in die grondwet van 1871 die nieuw is? De keizer. En dat blijft zo. Dus als Hitler Mein Kampf schrijft, schrijft hij nou ook veel over deze tijd? Ja, hij schrijft ook over Bismarck en over de eerste keizer en over de tweede keizer. En over hoe dat Duitsland zo goed getekend heeft. Terwijl het eigenlijk is democratie geen kans geven. En dat is wat je eigenlijk in grote lijn moet leren. Als je dat nou leert en dat tegenover Nederland zet of tegenover Engeland zet, dan begrijp je heel makkelijk dat dit niet zo best is voor Duitsland. En ik durf te beweren dat het ondemocratische gehalte van Duitsland geleid heeft tot de eerste en de tweede, dat dat een onderdeel daarvan is. Eén van de oorzaken, het gebrek aan democratie in Duitsland. En dat zagen de Amerikaanse presidenten ook zo'n beetje. Ik denk ook dat het wel zo is. Ze hebben niet wetten bedacht om de democratie beter te laten functioneren. Ze hebben het juist dichtgetimmerd. En met name de Duitse eenwording. Wil je dat dan omcirkelen, dat dit een key point is? Want toen zag hij zijn macht groeien en kon hij ook die grondwet maken waarin de keizer helemaal centraal kwam te staan. Begrijpen jullie dat?
En dat is een gevaarlijke weg, want wie oefent niet? De burger niet. Nee, die oefent niet. De liberale burger die heeft geen oefening in democratie in het parlement. Voor hun was dat ook nieuw. En je ziet al, Frankfurt was uit elkaar gehengst. Dat heb ik toch verteld. Dus het is in Duitsland niet zo democratisch in de 19e eeuw. En dat in combinatie met de Duitse eenwording, dat is een beetje jammer. Want dat had natuurlijk makkelijk gekund. Dat hier een grondwet had kunnen komen. Waarin burgers heel veel macht zouden kunnen krijgen. De Duitse Rijksdag, dat is het parlement, dat is dit gebouw. Dat staat gewoon nu weer, dat is in de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk vernield, maar dat is nu weer hersteld. Dus dit is een foto van het moderne gebouw, met al dat glas erin en zo. Maar dat maakt verder niet uit. De Duitse Rijksdag, die bestond ook in de keizertijd. Ja, weet je, het parlement wordt eigenlijk gewoon monddood gemaakt. Dat is het punt. De plattelandsbevolking van Duitsland, dat mag je nog even opschrijven, die was heel vaak op de hand van de keizer. Hè? Die waren zo conservatief als de pest. Daar zat geen moderniteit in. Niet zoals in Engeland hè, met de industriële revolutie en met nieuwe groepen die ontstaan. In Duitsland heb je een grote plattelandsbevolking die kiest gewoon voor het ouderwetse, voor het veilige, voor de keizer. De regering, de ministers die voor hem werken, worden nooit ter verantwoording geroepen. Dat gebeurt gewoon niet. Het is een onmachtige parlementsstructuur. De Rijksdag mocht zich nooit benoemen met het leger, de bureaucratie en de buitenlandse politiek. En als het over financiën ging, was het ook maar ingewikkeld. Want dat bepaalde hij wel. En hij heeft op alle fronten alles willen beheersen. De militaire politiek, de buitenlandse politiek, de plaats van Duitsland in de wereld. Heeft hij knap gedaan, hè? Met het Europees evenwicht in ogenschouw te nemen en te doen. Prachtig gedaan, maar democratisch ontwikkelen van Duitsland, dat is een minpunt. En dat is een zwaar wegend minpunt. Want wordt mensen eigenlijk de waarde van democratie aangeleerd? Dat is hieronder. Duitsers wordt geleerd dat democratie niet veel waarde heeft. En in de 20e eeuw gaat dat helemaal een rol spelen in Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog wordt Duitsland helemaal antidemocratisch. Heel veel mensen, ook gewone mensen. En ik durf te zeggen, omdat Bismarck en zijn keizer altijd het parlement klein hebben gehouden, dat ze er geen kans hebben gegeven om te trainen in het vaststellen van begrotingen voor het leger en financieel goed te doen en overleg met deze man. Maar ja, hij is geen overlegman. Hij is een dominante bestuurdersman die natuurlijk niet die vrijheden kan handelen. Dat lukt ze niet. Dat is ook moeilijk, maar in Engeland doen ze dat veel beter. Daar is de liberale club ook veel sterker. Dus ja, en de koningin mag je ook schrijven, in Engeland is de koningin weggestapt uit de politiek. Terwijl juist de keizer met die grondwet erin stapt. Begrijp ik bedoel? Dat is helemaal andersom. In Duitsland stapt de keizer in een nieuw Duitsland. En in Engeland stapt Queen Victoria uit de politiek vandaan en blijft zij symbolisch staatshoofd. Dat is zoveel betekenend. Je weet toch, in Engeland, aanpassing van kiesdistricten, kiesrecht, uitbreiding en dat de koningin wegstapt. Maakt dat in Engeland, die drie dingen, maakt dat in Engeland democratie kan ontwikkelen. Nou, dat is hier dus helemaal andersom. Heb ik het goed uitgelegd? Is dat duidelijk? Oké. Dit is dan de keizer van Duitsland. De tweede, die ontslaat Bismarck, hè? Ga maar op, hij is de man die Bismarck ontslaat. Hij is een beetje een ongeleid projectiel, hè? Deze man. Zeer dominant, opvliegend. Wilhelm II was zo mogelijk nog minder democratisch dan zijn vader, mag je wel opschrijven. Hij is eens een keer met zijn wapenuitrusting het parlement ingewandeld. Zie je het voor je? Hij had zijn sabel mee en toen is hij daar gaan staan en toen heeft hij het parlement met een stelletje apen vergeleken. Waarom vertel ik dat nog een keer? Ik ga het je nog een keer vertellen. Het is doodlink eigenlijk wat hier gebeurt. Want de waarde van democratie wordt continu ondermijnd. De stem van het gewone volk, wie dat dan ook mag zijn, wordt niet in dat Duitse politieke bewustwording gezet. Dus dat is er niet. En dan komt de 20e eeuw en dan komt de Eerste Wereldoorlog en dan komt Hitler en die maakt daar meteen gebruik van dat antidemocratische sentiment wat in Duitsland aangeleerd is. Dat zou je moeten opschrijven. Na de Eerste Wereldoorlog wordt Duitsland
Hoe lang is Engeland dan al een democratie? Al een eeuw toch? Nog wel langer. Meer dan een eeuw. Nederland is al dan een democratie van 1848. In Frankrijk hebben ze democratie, want daar komen ook die liberalen in het parlement. Zie je het voor je? En dan één belangrijk, groot, knap, intelligent land gaat antidemocratisch zijn. Nou, de kiemen voor de Tweede Wereldoorlog en ook de Eerste Wereldoorlog worden hier al gelegd hoor. Want als het op oorlog aankomt, kon Wilhelm II toen in zijn eentje wat beslissen. Ja, hoefde hij het aan het parlement te vragen of hij op oorlog ging? Moest in Engeland het leger vragen aan het parlement? Ja. Zie je een beetje de omdraaiing van wat hier aan de hand is? Dit is dus op weg naar een drama. Bismarck, nou ja, hij komt uit Pruisen vandaan. En het enige wat je er van mij moet leren, dat de man antidemocratisch is. Maar hij heeft zijn glorietijd gehad met de oprichting van Duitsland. En dus was hij niet meer te raken. Hij was zo populair geworden in Duitsland. Iedereen die maar tegen hem inging, ja, daar ging hij dwars tegen in. En hij had een ijzeren grip op de politiek als eerste minister, dus bondskanselier heet dat, hè. Heeft hij dat land gewoon dichtgetimmerd. Niemand kreeg meer de ruimte op het eind. Weet je wie die ook helemaal niet zag zitten? Katholieken, weet je waarom niet? Dan moet je even omcirkelen. Katholieken dat hij een persoonlijke probleem. Hij was zelf protestant. Daar in Pruisen waren ze protestant. Hij was tegen katholieken. Waarom is hij tegen katholieken? Wie komt binnen via de katholieken in het land? De paus, zei maar op. Hij had geen zin in invloed van de paus. Hij zei, in Duitsland heeft niemand buiten Duitsland invloed. Ook de paus niet. Socialisten, die kon hij ook wel op een vuurtje leggen. Ja, niet echt, maar gewoon voor het symbool, hè. Dus het is werkelijk zo dat deze man hij heeft met katholieken echt ruzie gemaakt. Hij heeft ook priesters uit hun ambt gezet. Hij heeft katholieke leraren uit scholen gestuurd. Hij heeft socialisten altijd dwars gezeten. En dat gezien als een ook allemaal dingen die Hitler later ging doen. Ik sta hier bijna het programma, onderdelen van het programma van Hitler uit te leggen. En 1890 gooit hij Bismarck aan de kant. Wilhelm II. En dan is het los, want dan gaat deze man zonder controle verder. Want Bismarck had één ding wel heel goed. Hij had wel grip op dat keizerschap. Hij hield wel Duitsland genoeg en op een goede manier in de politiek in Europa. Dat mag je echt opschrijven. Toen hij ontslagen werd, ging Wilhelm II alle kanten op. In 1890 heeft hij dat ook expres gedaan. Hij had geen zin meer in Bismarck, want Bismarck wilde geen koloniale politiek, dat mag je ook opschrijven. Bismarck wilde geen kolonies. Wie wilde dat wel? Ja, we zijn klaar. Helemaal goed. We gaan even af. Hebben jullie het begrepen, jongens?